Waarom deze tentoonstelling? Omdat 20 jaar geleden is dat Nicole gestorven is. Je hebt natuurlijk met Nicole een paar keer samengewerkt. Hoe was dat? Bijzonder aangenaam. Dus vanaf dat ze met haar scriptjes, haar storyboardjes naar ons toe kwam, begin jaren 80. En waar ik dan in eerste instantie meteen de Griekse tragedie heb uitgekozen om eerst te doen. En dat ging dan een filmpje worden van 2,5 minuten, maar dat is dan 6 minuten geworden. Uiteraard veel te weinig geld, et cetera, et cetera. Maar goed, het is geëindigd met een Oscar, dus daar kunnen we niet over klagen. Een van de films die ook daarbij in zat was Luxo. Luxo Junior van Pixar. Dat was de eerste digitaal gemaakte film. En Griekse tragedie was natuurlijk nog analoog, heel ouderwets, 35 mm. En iedereen dacht, Luxo Junior gaat winnen. En dat dachten wij ook, dus we hadden nergens op gerekend. En dan ineens zei Tom Hanks, ja, Griekse tragedie. En Willem Thijs en Linda van Tulder. En wij dus ja, naar voren en dat beeldje gekregen van hem. En met hem op de foto. Was echt een heel, heel bijzondere dag. En Nicole was daar niet bij? Die was erbij, ja, met Rudy. Maar in die tijd waren nog de Oscars op naam van de producent. Wij kregen er natuurlijk twee, omdat we met twee producenten waren. En ik heb meteen tegen Linda gezegd, eentje voor Nicole en eentje voor ons. En toen we voor de Oscars opkwamen, zeg maar, waren we al bezig aan de tweede film. Die heeft minder succes gehad. Dat is ook een wat pikanter onderwerp over twee nonnetjes die hun eerste orgasme beleven. Dus dat is typisch Nicole natuurlijk, maar niet zo gebruikelijk in de Vlaamse bioscopen, laat ik het zo maar zeggen. Zeker niet in die tijd. En dan zijn we daarna begonnen aan Lat. Die was met dialoog, dus dat was ook een reden waarom het lang geduurd heeft voordat ze het echt aan begon. Want ze had natuurlijk toch ook een beetje een Oscar-kaart. Eigenlijk na die tweede film, daar was natuurlijk toen al aan bezig. En dan midden tijdens die productie, eigenlijk in 2000, want toen waren we er nog aan bezig, is Nicole gestorven. Van de ene op de andere gewoon s'avonds naar huis gegaan en 's morgens niet meer wakker geworden. Heel totale slag voor iedereen. En dan hebben we samen beslist om de film toch af te maken. In ieder geval, die film is er gekomen. En ook iets minder, toch minder succesvol dan haar eerste. Maar ja, dat was natuurlijk moeilijk te overtreffen. Het is ook gebleken eigenlijk in de filmgeschiedenis in Vlaanderen dat niemand het evenaard heeft. Nee, maar ook haar werk is heel bijzonder. En dat blijft het gewoon. De manier waarop zij figuurtjes kon neerzetten en komische situaties kon creëren, dat was echt heel, heel bijzonder. En ook dat hebben niet veel mensen aan nagedaan. Dus niet alleen Oscar winnen, maar ook dat inhoudelijke aspect. En zeker met animatie en met tekeningen. Ja, dat was en wat dat betreft een hele grote dame, hoe klein ze ook was. Hoe zit het ondertussen met andere projecten? Ik ben eigenlijk geen producent meer. De laatste film die ik gedaan heb is een animatiefilm ook. Dus voor mij was dat een schitterende fan de carrière. En dan in België heb ik dan de film met Robert de Hert gedaan, Hollywood aan de Schelde. Wat ook voor mijn samenwerking met Robert een prachtig einde was. Mijn samenwerking met Robert, of daar trofeeën van zijn? Nee, ik denk niet dat we ooit prijzen hebben gewonnen.